vrienden en vriendinnen van dit radiostation. De volgende man is de enige man die vandaag twee keer gaat optreden hier op het Museumplein. Ja, zo blij is hij dat hij weer terug is. Hij gaat eerst één liedje doen. Zullen we even kijken waar hij is anders? Mag ik even wat camera? Ik loop al. Dankjewel. Kom hier. 8 maanden heeft hij niks kunnen doen, helemaal niks kunnen zeggen, niet kunnen zingen. En hij staat te trappelen, en jullie ook. En wij bij 538 zijn zo blij dat hij hier zijn comeback viert. Hier is Jan Smit! Ik lig gebroken in mijn bed. Heb net de douche weer uitgezet. Ik wilde wel, maar het ging niet echt. Mijn kater won weer het gevecht. Ik heb weer verloren van de fles. En bovendien wil niemand mij zo zien. Stond wat te praten in het café. Een aantal vrienden met me mee. Ik zag je niet, maar jij kwam aan en ging meteen dichtbij me staan. Je gooide alle remmen los, een leuke tijd. Maar nu ben ik het kwijt. En alles wat je weet, maakt al aan de reden niet. Morgen is gekomen, verlaat je mijn geleden en ben jij degene die ik mis. Ik was zo blij dat jij er was, alleen je vulde steeds mijn glas. De lampen aan, een lichtje uit, een laatste rondje tot besluit. Het was aan het einde van de dag, maar voor mij was die al lang voorbij. Als de morgen is gekomen en alles wat ik heb meegemaakt al lang verdwenen is. Als de morgen is gekomen, verlaat je mijn verleden en ben jij degene. Dat dit nooit meer gebeurt. Het is al te laat, maar niet gedrukt. Goedemiddag Amsterdam. Ik heb geleerd van wat je mij hebt aangedaan. Oké, Museumplein, laat je horen. Yes. En alles wat ik heb meegemaakt, al verdwenen is. Dankjewel! Geef ze een applaus, de motherfucker band! Jan Smit! Oké, okay, Amsterdam. Als de morgen is gek. En alles wat ik heb meegemaakt al lang verdwenen is. Als de morgen is gekomen. Verlaat je mijn verleden en ben jij degene die ik mis. Dankjewel, ik hou van jullie. Jan Smit, weet niet doorgaan tot 9 uur vanavond meteen. Ja, we komen straks weer terug, jongens, blijf staan. Jan Smit! Ja. Die is blij en hij komt straks nog een keer terug voor het tweede set. En dan gaat hij wat langer optreden natuurlijk. Oké, de volgende artiest, dames en heren. Mag ik jullie een applaus voor DJ...